Maar als je alleen maar blijft zitten. Want normaal dan heb je steun in je knie als je naar voren gaat en dat is gewoon echt helemaal plat. Ja. Want anders kun je nooit die controle hebben over je mellet en de bal. Nee. Dus je moet jezelf neutraliseren. Toch? Kijk maar, hij gaat naar het hoek staan. Ja. Ja, Ruud, te laat. Oh, oh jammer. Nog een kans. Hij vond een mooie poging. Ja. Je moet er niet overheen springen, hè? Nou, niet doen. Hij is nou niet springen slaan. Uit, hoor. Oh, dat is gevaarlijk. Ruud, met iets wij gaan hangen. Hij moet langer stokken. Dit is natuurlijk een paar, dat is natuurlijk goed. Ja, dat is terug. Dat is een anderhalve met kogel. En ik hoef geen woord neer, hè. En het werkt niet bij een bedrijf in het Kengel. Maar het is tijd voor. Wat betekent die zegt moord denk ik? Opschieten, stomme lul. Oh ja! Ik zeg dat je te snel was. Ik zeg goed, maar rustig eruit doen. Oh. Opschieten. Ja. Dus daar riepen ze heel een dag tegen hem. Lekker muziekje, achtergrondgeluid. En zat er een gedeelte, moesten wij een tour maken door de Serengeti en zaten in een busje met andere mensen. En dus, spraken we s'avonds af om met elkaar wat te eten voor die ene keer. En toen zegt die ene keer, hij zegt, joh, hij zegt, een beetje een probleem op de kamer. Hij zegt, ik moet even naar de receptie. En hij naar de receptie toe en toen zegt hij zo van, ja, hij kon geen woord Engels. Hij zegt, hey, het licht doet het niet. En ja, dus die mensen stonden, ik stond naast me en dacht, wat ga je nou zeggen? Ja, het licht doet het niet. En die mevrouw die achter de receptie zegt, ja, maar... Waar heb je het over? Ja, hij zegt, de lamp is kapot. Nee, ik zeg, de biel. Maar gewoon tegen de boel aan, hè? De biel. De lamp is kapot. Ja, sommige mensen onverstaanbaar. De lamp is kapot. Ja, nee, toen verstond ze. Jongen. Sta! Saar! Nee. Saar! Geen tijd. Saar! Oh, je hart, helaas. Gat in de lucht. Ik hoorde de geluidsbarrière. Oh, ja. Het trof vaak op elkaar. Vaak! Floor! Ja. Tussen de spaken. Saar! Nee hoor. Woehoe! Bijna twee. Holland. Roy, sorry. Roy. Dit doet er al. Ja, daar. Ja. En Mieke en haar man, Ruud, die hebben hun paard daar staan in stalling en die rijden daar ook. Maar Mieke dan weer even niet. Jullie hebben net een nieuw paard. Ja, Ruud heeft dan een nieuw paard. Jumper. Ja. Maar Toon rijdt zelf niet. Doorzwaaien! Ja! Ja, moet je dat doen? Doorzwaaien! Lopen. Niet, je moet niet inhouden, want dan komt er weer uit en weg. Kijk uit, hè. Ja, dan moet je oppassen. Ik ga je aan het trappen, daar kijk een bal over. Ik vang hem wel. Lekker. Ja, goeie bal, Ruud. Dat doet hij goed. Ik ruik een nieuwe hobby. Ja, maar kijk eens. Hij pakt hem twee keer achter elkaar. Ja. Wel op. Maar gelop maar eens. Oh, Nicole. Maar ze houden te veel in. Het is net met golven. Dat moet ook elke keer als het de golf aanstaat. Een zwaartje op en dan houdt ze op. Het laatste moment. Ja, dan moet je niet stoppen. Je moet juist doorgaan, want dan hoef je namelijk niks te doen. Zwaaien. Ja, maar hier zit die stok op het laatste moment probeer je hem nog te sturen en daar ga je de mist in. Want dan ga je kracht zetten en dan raak je meteen je balans. En dan ga je het met je onderarm doen. Ja. En je moet het met je schouder doen.
Want je zet geen kracht met je... De verlengde van je arm, zeg je. Ja. Ja. Alles doet je, het slaan van, met de melk doe je vanuit je schouder. Toon, pas op, hè. Ja, ik... Laat ze het maar niet horen. Het staat op film, hoor. Ruud, die blijft het maar proberen. Ja, maar het zijn ook wel leuke paarden om op te rijden, hè? Ja. Het zijn echt leuk, heel wendbaar en reageren heel snel op de teugel. Ik vind deze luister erg goed, hoor. Nee, maar een minimale teugel en het paard gaat. Ja, maar ja, het is natuurlijk een keer, want anders komt er gewoon als... Die vloeken!